Dat is zo snel mogelijk gestopt. En daar helpen ze mee mee, hè. Mijn rekeningkrant in te perken. Ze hebben mij nu de lening opgezegd. Dus ze werken dus absoluut gewoon met mij doorgaan in. Ja, verkopen of gewoon vier keer verdubbelen. Meer mogelijkheden waren er niet. Maar het waren voor mij twee kwaden. Verkopen wil ik niet en vier keer groter werd ook niet. Ja, dat was op een gegeven moment het natuurgebied, de natuurorganisatie waar ik grond van huur, die zagen dat ook als een hele goede oplossing. Dus iedereen had daar een goede beeld bij, met ook passende in het gebied. En met een inkomen van mij. En waar ik bank mee kan terugbetalen. Dus uiteindelijk is het een win-win-win situatie. Iedereen heeft er baat bij. En er is vraag naar het product, er is markt voor en het is gewoon, ja, past hier. Hogere rente betalen, ik zou een groenfinanciering krijgen, geven ze ook niet. Ja, het is gewoon aan de kant zo, niks verder mee. Ze willen alleen nog vol gas, plat gas boeren. Het liefst dat je gewoon 12.000 liter per koe melkt en 200 koeien en 2,5 miljoen liter melk produceert. Snel geld, veel voeding overproduceren, die markt in elkaar doen, dat er geen geld meer verdiend wordt alleen voor de grootste. Die mogen alleen maar overblijven. De kleintjes moeten eruit. En het wordt alleen maar groot. En uiteindelijk blijft er één grote over. Het einde van het verhaal. En er is één grote raadbomboer. Nou, dat willen ze.